U bent uiteraard niet zozeer gekomen voor het promotieverhaal van Verlasserd. U bent gekomen voor de twee sprekers van vanochtend. En ik geef zo dadelijk ook heel graag het woord aan de heer Blok. Daarnaast is ook onze huurmarkt fors scheef gegroeid. We hebben in Nederland de grootste sociale huursector ter wereld. 1 op de 3 Nederlanders woont in een sociale huurwoning. We zijn geen arm land. Toch hebben we de grootste sociale huursector. Waarom ben ik dan zo overtuigd dat die dageraad toch weer aanbreekt? Allereerst omdat we gelukkig de ruimte hebben gevonden om daar waar die maatregelen het meest pijn doen, en de bouwsector is een van die sectoren, om daar gericht ruimte te bieden. En 2013 was een lastig jaar. In 2014 nemen we nog een aantal lastige maatregelen, maar zullen we echt de gevolgen ondervinden van het doorwerken van die maatregelen en van de aantrekkende economie in de landen om ons heen. Dus voor de economie in Nederland en ook hier in Zoetermeer gaat de zon echt weer op. Alles wordt nu echt anders en het is ook echt anders geworden. Ik heb ook 5 jaar niet meer mogen komen. Daar staan wel grote besparingen tegenover, moeten we ons ook realiseren. We sparen ons met elkaar de laatste jaren helemaal een versuffing. Dat is niet goed voor de economie. Een beetje conceptueel plaatje, maar door die kredietcrisis, want de kredietcrisis is er één van overkreditering. We hebben op de pof geleefd, de minister zei het ook al, en dat kan niet langer. En waar zit dat dan? Nou, dat zit bij de banken. De bankbalansen zijn veel te groot. Dat moet terug. Dat zit bij de consument. En dat zit bij de overheid. En ja, we zien het herstel. Maar anderzijds in de maatregelen toch nog wel een flink aantal maatregelen die ook wel degelijk tot lage koopkracht leiden. Arno Boot zei er volgens in de Volkskrant ook wat over. Het had nog best wat optimistischer gemogen. En het is als belegger interessant om risico's op te zoeken. Daar wil ik dan eigenlijk mee afsluiten. Je moet niet te veel sparen. Je moet ook helemaal niet te veel investeren in Nederlandse staatsobligaties. En die blijft wel een tijd laag, maar als je gaat bewegen, gaat die bewegen in de richting die de heer Blok ook aangaf, namelijk omhoog en niet naar beneden. Er is ruimte voor vragen en ik zeg ook altijd, bij ondernemers is dat vaak het geval, als je gewoon even zin hebt om een bankier uit te schelden. Afsluiten met de beide sprekers, ook vanuit mijn kant, zeer hartelijk te danken voor deze geweldige spreekbeurt die u hebt gehouden. En voor wat betreft de Raad van Ondernemers Zoetermeer. Dit is een van de bijeenkomsten waarmee wij aangeven waar wij voor staan. Namelijk het op inspirerende wijze verbinden van de ondernemers. Ik wens u een fijne dag. Goed. Ik had alleen verwacht dat hij meer in zou gaan op de elementen die gisteren aan bod waren gekomen tijdens Prinsjesdag. Ja, men probeert toch een beetje de kool en de geit te sparen. En dan krijg je altijd nog het gevoel van de zachte heelmeester. Nou, het was een helder verhaal. Het blijkt dat het nodig is. En we zullen zien wat de uitwerking zal zijn. Maar ik heb alle vertrouwen in de toekomst. Er zijn 1 miljoen mensen die hebben een hypotheek die hoger is dan de waarde van hun huis. Die zitten eigenlijk gevangen in dat huis en daar moet ook nog een oplossing voor gevonden worden. Maar ik vond zijn bijdrage heel positief en heel goed.